aanspreken. En dan, in het meest ideale geval, ze kunnen aanspreken en aan het eind van het gesprekje nog wat verder kunnen wijzen. Maar een cursus bijvoorbeeld die gaat beginnen, de Alfa of Café, of als dat niet mogelijk is, ze kunnen verwijzen naar een bepaalde internetcursus. Het kan een project zijn. Een project kan ook zijn, we gaan het café beginnen om binnen de parochie eerst dat mensen weer duidelijk te maken of op te frissen wat het kerygma is, kern van ons geloof. Dat van daaruit misschien meer mensen vanuit een nieuw enthousiasme bereid zijn om mee te helpen. Daarna kan er een wat groter project een plaats krijgen. Bijvoorbeeld de Alpha-cursus of methode die u op andere momenten hoort. Als er maar gezocht wordt naar iets. En als dan de keuze gemaakt is, goed de tijd nemen om het voor te bereiden. Dingen hoeven niet binnen een week of een maand, kunnen ook vaak niet binnen een week of een maand. Neem de tijd om het voor te bereiden en dat is tegelijkertijd ook een periode om ervoor te bidden. Goed voorbereiden wil zeggen dat men de projecten goed kent, leert kennen, eventueel bereid is instructie daarin te volgen, alles op orde heeft, weet hoe het gaat en dan plannen om ermee te beginnen, aan start gaan. En daarbij, dat is al eerder gezegd, zeker als het om een wat korter initiatief gaat, altijd ook na te denken wat daarna zou kunnen zijn. Zonder dat die follow-up direct ook bij dit groepje ligt wat dit initiatief neemt. Het niet zo zijn dat een klein groepje ineens een hele serie van cursussen op hun schouders heeft, omdat ze voortdurend maar iets willen blijven aanbieden. Nee, daar mag dan een beroep gedaan worden op anderen. En uiteindelijk, natuurlijk, mag er ook een beroep gedaan worden op de priesters en de diakens en de catechisten. Of wie in de parochie daar verder zijn verantwoordelijkheid voor heeft. Van start gaan. En bij dit alles bedenken, nobody is perfect, no method is perfect. Niemand is volmaakt, geen methode is volmaakt. Er zal altijd wel iets haperen, er zal altijd achteraf iets beter kunnen, er zal altijd iets vergeten. Er kunnen hier en daar wat kleine wrijvingen zijn, het hoort er allemaal bij. En ook zeker bedenken, er kunnen ook momenten van teleurstelling komen. Dat er met veel moeite iets is opgezet, maar dat er nauwelijks respons is. Dat er niemand opkomt. Of er komen wel twee mensen, maar die zien we niet alleen elke zondag, maar bijna elke dag al in de kerk. Dat teleurstellend zijn. Maar toch, het is begonnen. We moeten voortdoen, volhouden. En misschien kijken of alles goed was, of we misschien nog meer het in gebieden bekend moeten maken waar we als kerk niet zozeer aan denken. En weer proberen en blijven bidden. En zo kan het groeien. Denkend aan de 8 G's. Een van die G's was geduld. Een ander was geloof, vertrouwen. En weer een ander was gebed. Het is een proces van jaren en jaren. Maar dan van start. Met toestemming van de lokale verantwoordelijke, pastoor, moderator, wie dat is, zodat het ook zijn plek heeft in de parochies, binnen een beweging wie daar verantwoordelijk is. Nooit privé-initiatieven naast parochies of zonder dat dat duidelijk helder is binnen parochies. Nee, vooral ten dienste van de parochies, de bewegingen. Dan kan het ook vruchtbaar zijn en dan kunnen mensen die wellicht via deze wegen de Heer zijn kerk vinden of hervinden, makkelijk ook weer een plaats vinden in de lokale geloofsgemeenschap. Aan de slag gaan en volharden. Het is zwoegen, hebben we er straks gezegd. Maar laten we denken aan de parabel van Jezus, de zaaier. Hij zaait met een heel breed
gebaar. En een deel ervan wat op rotsgrond, een deel ervan wat langs de weg, een deel ervan wat onder de distels, en een deel ervan valt op goede grond. Maar het mooie is het gebaar van de zaaier. Hij mikt niet specifiek op dat kleine stukje waarvan hij denkt dat is goede grond. Als ik dat alleen doe, laat de rest maar zitten. Nee, hij weet in zekere zin niet waar de goede grond is. Maar zijn gebaar is zo wijds dat het iedereen kan bereiken. En dat is het gebaar van de nieuwe evangelisatie. Waarbij we dus ook niet uit moeten zijn om op voorhand al in te gaan schatten wat het op zal leveren. De kerk denkt niet in termen van succes. Dat woord komt in de Heilige Schrift niet voor. Wel het woord vruchtbaarheid. Maar dat is de vruchtbaarheid waar wij onze bijdrage in hebben, maar die uiteindelijk van de Heilige Geest komt. En die afhankelijk is van de openheid van de respons bij de mensen aan wie het evangelie als een uitnodiging wordt aangereikt. Aan de mensen aan wie over Jezus wordt verteld. Dus laten we proberen een weg te vinden. Misschien begint het met 2 of 3. Maar om uiteindelijk te komen tot een aanbod. Tot een methode. Tot een activiteit van de nieuwe evangelisatie. En dat doen we uiteraard met de hulp van de heiligen. We hebben al gezien hoe de Heilige Geest deze impuls van nieuwe evangelisatie opwekt in de kerk. Er zijn kernen van evangelisatie. Bepaalde parochies, bepaalde groepen, bepaalde bewegingen, orde, congregaties. En er kunnen er steeds meer worden. Zoals er ook bepaalde kernen van eucharistische aanbidding zijn. Parochies waar er meer uren van aanbidding zijn. Heel veel uren van aanbidding zijn. Gemeenschappen die dagelijks hun gebedstijden houden in de eucharistische aanbidding. Of zelfs congregaties en orden die de altijd durende aanbidding kennen. Kernen van aanbidding, kernen van evangelisatie. In gemeenschap met de kerk, gemeenschap met de heiligen. Het is goed om voor onze initiatieven, of ze nu groot zijn of heel bescheiden, altijd ook de hulp te vragen van de heiligen. Ze zijn immers zozeer met God verbonden dat ze delen in zijn grote verlangen om ons te helpen. Dat ze zich blijven inzetten voor ons heil. Een beeld van een van de kerkvaders, dat de heiligen al aan de oever staan. Die hebben het doel al bereikt. Maar ze staan gekeerd naar de zee waarop onze bootjes nog onderweg zijn. En vanaf de oever geven ze ons aanwijzingen, roepen ons bemoedigende woorden toe, soms wat corrigerende woorden, opdat ons bootje ook daar ooit zal aankomen. En dat alles doen ze in een verbondenheid met de drie-ene God. En ook hier geldt dat God graag een bepaalde taak daarin gunt. De adel van de mens die hij tot zijn recht laat komen, doordat die mens mag meewerken met zijn heilsplan. Niet alleen hier op aarde, maar zeker ook in de hemel. Dus de uitspraken van bepaalde heiligen, zoals de heilige Pater Pio die ooit zei, in de hemel zal ik nog meer kabaal maken, die zijn waar. Of kleine Therese die zegt, ik zal het rozen doen regenen uit de hemel. Ik voel dat mijn zending pas in de hemel zal beginnen. En die zelf zegt dat ze tot het eind der tijden niet zal ophouden met goed te doen op aarde. Dat is allemaal waar. Dat is niet een beweging die hen afleidt van de aanbidding van de drie-ene God. Het is juist een zo verenigd zijn met deze drie-ene God, dat zij in zijn beweging ons te hulp te komen en te redden meegaan
en hun eigen aandeel daarin krijgen. En tegelijkertijd bij de keuze van een specifieke heilige, is het niet alleen die heilige die we uitdrukkelijk uitnodigen ons te helpen, maar kan ook diens leven of diens spiritualiteit of diens geschriften ons helpen als een ondersteuning voor onze eigen geëvangeliseerd worden.